Vorige week donderdagavond ging het mis in het kartcentrum de oude fabriek. Door koolmonoxidevergiftiging raakten zo'n 30 mensen onwel. 23 van hen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat er iets mis was in het kartcentrum was de week daarvoor al bekend bij de GGD. Maar de meldingen bleven een paar dagen liggen. Die melding is, zoals ik zei, bij ons binnengekomen via een contactformulier op de website. Nou, dat is in de mailbox terechtgekomen en, wat dat betreft, wel een aantal dagen blijven liggen, ook door ziekte. Maar toen dat bij de inhoudelijke afdeling is terechtgekomen, hebben wij direct contact gezocht met de Gemeente Stadskanaal. De ambtenaren op het Gemeentehuis in Stadskanaal brachten de arbeidsinspectie op de hoogte. Wij hebben daar zelf te weinig kennis van. Dus ze hebben gelijk contact opgenomen met de arbeidsinspectie, uh, de klacht uitgelegd en gevraagd aan de arbeidsinspectie uh, wat te doen. De arbeidsinspectie heeft het opgepakt, uh, heeft gezegd van wij zullen daar een inspecteur naartoe sturen om ter plekke te gaan kijken. En hebben het advies aan onze mensen meegegeven. Bezoek de ondernemer en geef aan dat hij het ventilatiesysteem in ieder, in ieder geval goed laat draaien. Maar de arbeidsinspectie kwam pas na het incident in actie. Toen het al te laat was, dus. Ramon Arens, een van de slachtoffers, vindt dat hij en andere bezoekers gewaarschuwd hadden moeten worden. Er was ons niks verteld, dus ja, gewoon maar aan katten. Als je dan nu zo hoort wat daar zich afgespeeld heeft, wat denk je daar dan van? Ja, gewoon een stomme fout van hun. En als zij dat gewoon hadden verteld, dan wij gewoon niet gaan katten. Dan had zij dit gedoe niet gehad, wij ook niet. Dus ja. Heb je het idee dat er met jullie gezondheid is gespeeld? Ja, eigenlijk wel. Want we zijn ervoor naar het ziekenhuis geweest. We hebben een prik gehad. En nou ja. ja eigenlijk vind ik wel dat we een schadevergoeding, schadevergoeding moeten krijgen. Oorzaak van de problemen was een verkeerd afgesteld ventilatiesysteem. Op last van de gemeente is de kartbank voorlopig dicht. Die mag pas weer open als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De eerste maatregel is uh, het installeren van koolmonoxidemeters. Zeven stuks in de hal en in de separate ruimtes. Die moeten ook per uur gemonitord worden. van wat de waarden zijn. Als dat niet gebeurd is, mag je niet open. Tweede eis is om dan te stellen. van als hij dit gedaan heeft, dan mag hij open. Dat hij binnen een maand. door een erkend en gecertificeerd installatiebedrijf. het ventilatiesysteem laten optimaliseren. Beter laat inregelen. De gemeente Stadskanaal pleit nu voor een landelijke richtlijn waarbij koolmonoxidemeters verplicht worden gesteld in kartbanen waar met benzinemotoren wordt gereden.